voetballen met de spelers van NEC. Voor veel kinderen een droom en die komt nu uit. Ja, heel erg leuk, want ik heb het nog nooit eerder keer gedaan. En hoe vond je ze? Aardig. Weet je ook wie het zijn? Okita. En ja, hele moeilijke naam. En Daishimie, Kvida, Ole Romani en Labiel. De NEC Topweek wordt gehouden voor gezinnen die het moeilijk hebben en daarom toe zijn aan een vakantie. Zoals de familie van deze NEC-fan Bart Toren. Ik heb hem samen met mijn broers opgegeven voor deze topweek. Omdat wij onze moeder toch nog even in het zonnetje willen zetten. Ze heeft tweede moeilijke jaren achter de rug. Ze is ongeneeslijk ziek. Dus dat is de reden. Uiteraard is er ook tijd voor handtekeningen en foto's. De spelers genieten er ook van. Als wij kinderen vrolijker kunnen maken en daar de plezier kunnen hebben, is dat heel belangrijk. En die kinderen kijken op naar ons, de jongens van NEC. En wij vinden het ook alleen maar leuk. Het is een heel mooi initiatief. Sowieso omdat NEC altijd wel in onze familie zit. Allemaal de seizoenskaarten gehad. Dat NEC dat dan organiseert voor ons nu in dit geval, dat maakt het alleen maar mooier. Hey!